online versies van deze programma's. De online versies zijn min of meer hetzelfde als gedownloade programma's, maar hebben net wat minder functionaliteit. Laten we eens even kijken hoe dat eruit ziet. We gaan naar Word Online en kunnen direct een nieuw leeg document gaan aanmaken. Als het document is aangemaakt, komen we in Word Online terecht. En zoals je ziet, is dit een tekstverwerker net zoals Word, maar dan net met wat minder functionaliteit. We voegen wat tekst in en we kunnen ook hier bovenaan, waar de bestandsnaam staat, de naam van het document wijzigen. Uit Word Online kan je direct terug naar OneDrive, waarin het bestand automatisch wordt opgeslagen. Je klikt dan simpelweg op jouw accountnaam om te navigeren naar jouw OneDrive. Hier zien we het document staan en kunnen we het direct openen door erop te klikken. Het wordt dan weer geopend in Word Online. Het wordt echter niet geopend in de bewerkmodus, maar in de weergavemodus. Om het document te bewerken, moeten we hier op document bewerken klikken. Je kan dan kiezen tussen bewerken in Word, het document wordt dan in de normale versie van Word geopend, of bewerken in de browser. En dan wordt het in Word Online geopend, zoals we nu weer doen. Vanuit Word Online kan je ook bestanden direct delen. Je klikt simpelweg op delen en het deelvenster wordt geopend. Dat gaat eigenlijk hetzelfde, net als in OneDrive. Je kan hier naam of e-mailadres invoeren, bijvoorbeeld van een docent of van een hele groep. Je kan de deelinstellingen hier wijzigen, bijvoorbeeld naar specifieke personen, als je niet wil dat de link naar het bestand kan worden doorgestuurd naar iedereen binnen de school. Je kan ook instellen dat het bestand niet mag worden bewerkt, maar alleen mag worden bekeken. Klik op toepassen, je kan nog een bericht toevoegen en je kan het aan de link verzenden. Er wordt dan weer een e-mailbericht verzonden naar de geadresseerde. Zij kunnen op die link klikken, de link in de e-mail, en komen dan bij het bestand terecht. Als je